Dit programma wordt u aangeboden door Jora Oliehandel en Tankstations. Voor gesmeerd en vertrouwd zaken doen. Plus Manjen Rukven. Plus geef meer, veel meer. Solex Verhuur Haldenbergen. De leukste outdooractiviteit van West-Brabant. Van den Maagdenberg. Voor al uw binnen- en buitenzonweringen en rolluiken. Betaalbare zonwering begint bij Van den Maagdenberg. Kempenaars Recycling. Roosendaal en Oud-Gastel. Rogelli Sportswear. Perfection for Action. Het Vierhuis, Party, Congres en Sportcentrum. Alles onder één dak. Jaspers Valentijn, Mode, Sint-Willebroort. En Warenhuis, De Partijhal, Sint-Willebroort. In de keuken met het gezelligste culinaire muziekprogramma van Brabant. Met de lekkerste gerechten, de leukste gasten en de beste muziek. Welkom weer in ons programma In de Keuken Met. Wat fijn dat u weer heeft afgestemd op In de Keuken Met. Want we hebben deze keer twee grote toppers. We hebben José, we hebben Rinus Ponsen en we hebben onze Remco die gaat uitleggen wat we deze week gaan maken. Nou, we gaan er weer tegenaan. Anders, we hebben het afgelopen jaar flink ons best gedaan. Hè? Ben je nu al een beetje goed doorgekomen? Nou, ik moet wel zeggen dat het was een zwaar nieuwjaar. Ik heb niet veel in de keuken gestaan. Nou, ik ook trouwens niet. Veel gezongen. We zijn er weer, fris en fruitig. Zeg, wat we vandaag gaan maken, een kip en croûte. Ik wil eigenlijk zeggen een jasje van bladerdeeg. Op een bedje van champignonnetjes. We pakken daar verschillende champignons voor. Ik heb gewone champignonnetjes, shiitake en oesterzwammen. En we gaan er wat groentes bij gebruiken. Franse roerbakgroentes. Enfin, we hebben een heel kawaii voor de boeg. Want als het aan mij ligt, kunnen we beginnen. Nou, dan gaan we aan de slag. Nou, ik zou voor willen stellen, Rinus, als jij de kip zou willen blenderen. Ik heb daar de blender staan. We moeten daar namelijk een hele fijne vulling van gaan maken van kip. Dus we gaan de kip in de blender doen. Dat is deze. Daarbij gaan we wat kruiden toevoegen. Wat peper, zout en curry-achtige producten. Die zet ik hier ook bij je weg. Met enige maat toevoegen, hè? Dat is niet te gek. Hè? Er mag wat currypasta in. En een aromazout heb ik hier. Een aromazout is eigenlijk een samengesteld zout. Wat u een beetje kent van vroeger nog wat op de komkommer gedaan werd, weet u wel. Het is in poedervorm en het is eigenlijk een zoutvervanger. Dus die gaan we er een beetje in doen. En wat makkelijker, hè? Makkelijker. We gaan er eigenlijk een soort gevulde koek van maken. Met plaats van amandelspijs gaan we de kippenvulling in doen. Okay. Uiteindelijk gaan we dat afwerken. We doen er wat eidooi op, dan gaat die mooi glimmen. En wat sesamzaadjes. Oké. Okay. Dus wij zijn van de bladerdeeg vandaag. Komt dat goed? Gezellig. Ja, komt best in orde, hè? Ik zal er even eentje aan je voordoen. Deze verwerken overigens het makkelijkste als ze nog een klein beetje bevroren zijn. U koopt deze in de diepvries. Uiteindelijk steek je zo de vormpjes uit. Als u thuis nog niet zo'n vormpje heeft, kun je natuurlijk ook iets van een koffiekopje of een soepkom gebruiken om daar de vorm voor te krijgen. Uiteindelijk hebben we dus per persoon twee van dit soort plakjes nodig, hè? Hierop gaat de kippenvulling, er gaat er eentje bovenop. En dan gaan ze in de oven 20 minuutjes. Lekker. Gaat dat lukken? Gaat helemaal lukken. Als jij dat gaat doen, ik heb uiteindelijk 8 van die vormpjes nodig. Dan houden we deze als reserve, ja? Dan ga ik aan de slag met de paddenstoelen om die fijn te snijden en de roerbakgroenten. Wil het een beetje lukken, Hans? Ja, dit kan ja, Rinus, ja. Maar ik moet ook wel zeggen, je bent toch wel handig met mes? Ja, tuurlijk. Ja? Nee, niet echt. Je bent handiger op het podium. Ja, microfoon is... Dat is jouw wapen. Dat is mijn wapen, hè? Rinus, je hebt vroeger ook in een band gezongen, daar ken ik ook eigenlijk nog van. Band of Magic? Ja. Vertel eens. 25 jaar gedaan. Hoe ben je begonnen dan? Gewoon een pure hobby. Zong je ouders al, zit het in de familie? Want ik ken meer Ponsen. Nee, allemaal niet. Ja, mijn broer dan. En daar ben ik mee de band begonnen. Gewoon eigenlijk puur uit hobby. Hij drumde. Ik vond dat heel leuk. En later ben ik... Eerst gitaarist gehad, maar mijn vingers die vonden dat niet zo prettig. Je mist de snaar. Ja, heel vaak. En dus ik ben keyboard gaan leren toen de tijd. En zodoende ben ik keyboard gespeeld. Straks nog meer, ik wil wel even die kip afmaken voor zo meteen in de blender. Ja, loop ik alvast even naar José toe. Helemaal goed. Even kijken of dat ik José ook ergens mee kan helpen. Hier gaat hij goed nu, hè? Ja. Ho, Hans, ik heb liever niet dat je gaat helpen, dat je gewoon lekker de interviews afneemt. Want of ben je ook een ster in de keuken? Ik ben een ster in de keuken. Ik ga eens eventjes helpen. Nou, dan ga ik opzij, want dan ga ik bij Rinus kijken. Ben jij een ster in de keuken? Ja. Ja? Ja. Jij kookt? Ik kook. René kookt ook. Maar wij verschillen van smaak. René heeft meer het Indische gerei. Daar ben ik iets minder fan van. En dat is een beetje pittig, allemaal. Ja, een beetje hete kip. Allemaal die waar wel een vleugje pittig aan toekomt. Maar ik ben meer van de Hollandse pot en de Italiaanse pot. En ik denk dat je heel veel achter de computer zit, want ik zie je heel veel op social media. Ja, klopt, inderdaad. Ik ben graag actief en ik hou graag contact met mijn fans. Dus ze kunnen jou vinden op Hives
Twitter, Facebook. Overal kunnen ze me vinden. Hoe vind ik dat dan? Gewoon José? José.nl. Oh, dus met Griekse I-O-S-E. Dubbel E. Is altijd makkelijk, want als je op normale manier doet, dan komen er heel veel naar boven toe. En Grieks I-O-S-E. Heb ik een hulpmiddeltje voor gevonden. Maar als we nou gaan kijken naar jouw clip, dan zien we gelijk onder in het balkje zien ze de titel. Het liedje heet Het voelt zo goed aan. Hier is de videoclip van José. Eerst was je niets voor mij, maar nu hoor jij bij mij. Het voelt zo goed aan. Een zwoele zomernacht, dit had ik nooit verwacht. Het voelt zo goed aan. Als jij me kust, verlang ik naar meer. Maar hoe of wat ik nu ook probeer. Wat je met me doet, je zit me in het bloed. Het voelt zo goed aan. Zoals je met me speelt, jouw passie met me deelt. Ik sta in vuur en vlam, door wat me overkwam, mijn hart gedeeld. Zoals je mij dan kust, je stelt me zo gerust. Dit kan me mijn ogen dicht, voel ik je zacht gezicht. Het voelt zo goed aan. Ik ben in één klap goed gehumeurd. Om alles wat met ons is gebeurd. Stond de tijd maar stil. Ik weet nu wat ik wil. Het voelt zo goed aan. Zoals je met me speelt. Ja, pas hier met. Ik sta in vuur en vlam, door wat me overkwam, mijn hart verdeelt. Zoals je mij dan kust, je stelt me zo gerust. Dit kan alleen zo zijn als je echt van me houdt. En als dit zo blijft, ons José, het voelt zo goed aan. Dat hoor ik jou niet dikwijls zeggen. Zeg. Dat vind ik een mooie. Ik vond het echt leuk en wat kan jij fantastisch zingen, zeg. Dank je. Maar luister, we zijn toe aan de laatste handelingen voor onze gerechtjes. Rinus, als jij zo meteen nog een klein beetje slagroom bij de kippenfars wilt doen. De fars noemen we het zodra het in de blender is geweest. Hè. We hebben het eigenlijk een beetje fijn gemaakt. Het moet vloeibaar worden, want uiteindelijk moet het in deze spuitzak terechtkomen. Want we gaan in de prima uitgesteken vormpjes van José gaan we dadelijk die kippenvulling spuiten. Ja, okay. Ik was bezig met de champignonnetjes te snijden en de bospaddenstoelen. Overigens wel handig om te weten, champignonnetjes moet u nooit wassen. Die moet u altijd met een borsteltje afborstelen. Ga je champignons namelijk wassen, dan worden ze bruin. Ik heb er een uitje bij, schoongemaakt, want er gaat nog een lekker uitje erheen. En die snij ik eventjes, dat die met de groentes meegebakken kan worden. Daar maken we geen blokjes van. Nee, we gaan het een beetje grover snijden. Help jij Rinus nou even verder dan? José, als ik nou tegen je zeg, de ziekte Huntington, zeg ik dat goed? Wat is ja. dat? Heb ik nog nooit van gehoord? Nee, had ik ook nooit van gehoord. Tot afgelopen jaar ben ik in contact gekomen met een paar mensen. En die hebben familieleden verloren door de ziekte van Huntington. Dus ik had echt zo van, wat is Huntington? Ik ben gaan zoeken. En het blijkt dus een erfelijke en dodelijke spierziekte te zijn, waar dus gewoon heel weinig aandacht aan wordt besteed.
Puur omdat het ook pas in 1993 pas ontdekt is. En jij doet er wel veel voor, want je hebt er onlangs een benefiet voor gehad. Ja, wij hebben een benefiet gegeven in de Brabanthallen. En José en Friends. En wij hebben daar een bedrag van 15.000 euro opgehaald voor de ziekte van Huntington. Ja, dat is in ieder geval een mooie actie. Dus mensen thuis, u kunt er alles op vinden op de website van José. Hallo, wat jij het allerliefste doet, chef, is José nog even verder helpen, want die staat stil. Kan ik nog eventjes een praatje maken bij onze Rinus? Nou, ik wil ondertussen ook gewoon de roerbakgroente aan gaan bakken, de bospaddenstoeltjes, de uitjes. En de vars is bijna klaar, maar terwijl jij met Rinus praat, José, de laatste vormpjes, leg ze maar mooi netjes op de snijplank weg, ga ik de groentes afruiten. Ja, hartstikke top, kan ik even met jou verder babbelen. Je hebt een eigen studio? Ja, die heb ik op dit moment in Den Haag. En, kom je ook vandaan, hè? Ja, daar kom ik ook vandaan. Ja, ben geboren. Ik woon er niet meer, maar... Is het Hagenees of Hagenaar? Hagenees zegt Hagenees. Oké. Okay. En denk een andere persoon zegt Hagenaar. Hoe komt het dan dat je zoveel werk hebt in Brabant? Er zijn heel veel mensen die denken dat je uit Brabant komt. Ja. Je bent hier. Ja, ik ben heel veel hier. Misschien wel populairder als in je eigen provincie. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ik weet niet. Misschien, ik doe het hier goed. Ik voel me goed. En ik denk, misschien val ik wel in de smaak. Eigenlijk ben je misschien wel een beetje een Brabander geworden. Ja, dat denk ik wel. Voel me dat gewoon een klein beetje, hoor. Ik zeg het heel eerlijk. Je hebt pas een single uit. Je schrijft alles zelf, niet alles, hè? Wel veel. Ik schrijf heel veel zelf. En de teksten schrijf ik 90%, 95% zelf. De muziek af en toe niet. Maar ja, dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. Als je een lied maakt, dan ja, dat is elke keer opnieuw een verrassing. En elke keer is er weer een kindje van je. Zo is het, zo is het. En als het dan aanslaat, is het helemaal goed natuurlijk. En als je dan gevraagd wordt om een lied te schrijven voor een bekende, is dat natuurlijk helemaal super. Dus, maar zingen vind ik natuurlijk het allerleukste. Het allerleukste. Voetballen wil voetballen. Remco Verstappen. Ja. Ik wou vragen, mag ik hem meenemen? Hij was klaar toch, hè? De vuist, ja, 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 ja. Nou, ik rook hem net al een beetje. Hij, volgens mij is je lekker kruidig op smaak. Want ik wil namelijk de kroetjes gaan maken, zoals we het noemen. Dus ik gebruik hem vooral de wegwerpspuitzak. Lekker hygiënisch. Eén keer gebruiken, daarna kun je hem lekker weggooien. Geweldig, jij ziet ook alles, EOC. Ja, dankjewel hoor. Eigenlijk je derde handje. Ja, ja, dat gaat goed zo. Heb je van het weekend tijd? Ja hoor. Ik heb het nogal druk van het weekend namelijk. Nou, ik kom je helpen. Ja, nou super. Ik snijd er een stukje af. Oh, er komt geen mondje in. Nee. We kunnen dat mooi met een gladde spuit, zoals we het noemen. Nou, dit moest dus die gevulde koek worden. We spuiten de kippenvulling in de uitgestoken vormen. Wat doet dat mij nou aan denken? Ik zou het niet weten, Hans. Wat heb je de afgelopen dagen allemaal gedaan? Heb je goed een griep gehad? Nou, dan weet ik niet waar je aan denkt. Voorzichtig, het andere plakje oppakken. Dat gaat dan op. Ik heb de randjes even nat gemaakt. Dan plakt het mooi. Dan een klein beetje plat. Rinus, als ik jou mag vragen om de panda met de groentes deze kant op te doen, dan zitten lekker die champignonnetjes in die bospaddenstoelen die ik gesneden heb. Dan gaan we de bordjes afmaken. Ja, natuurlijk. Als jij de bordjes op zijn plaats zou willen zetten, even voor de kijkers thuis. Deze souffleetjes, die hebben dus 20 minuten in een warme oven gestaan van 225 graden. Heel erg belangrijk is dat dit product 100% gaar is. Er zit kip in verwerkt. Kip moet u minimaal verwarmen tot 72 graden. U zou dat kunnen meten met een voedselthermometer. Dus minimaal verwarmen tot 72 graden, dan komt het goed. Dan gaan we de bordjes afmaken. Dit ziet er voortreffelijk uit. We verdelen de geroerbakte groenten en bospaddenstoelen op het bordje. Dat was wel zo meteen. Het ruikt heerlijk, hè? Ik heb een beetje rode wijnsaus. Gewoon een kant-en-klaar product kun je zo kopen in uw plaatselijke supermarkt. Dus eigenlijk een beetje vleesje heb ik aangemaakt en door die geroerbakte groentjes heen gedaan. Uiteindelijk gaan daar onze souffleetjes op van kip. Dus een kippetje en croûte, zoals ze dat noemen. En voilà. We kunnen aan tafel, zou ik zeggen. Voordat we aan tafel gaan, gaan we eerst kijken naar de volgende clip. En dat is geen van Rinus Sponsen.
vele straten. De wind houdt zijn lied. Ik hoop dat ik jou weer snel zal zien. En dat je dan bij me blijft. Welkom terug. U zag die prachtige clip van Rinus Ponsen. Er gaat geen dag voorbij. Kon je Rinus? Nee, ik heb Rinus trouwens wel een keer gezien. Dit nummertje kende ik niet. Ik vond het wel heel leuk trouwens, Rinus. Het is de laatste nieuwe single geweest. Nou, super. Ja, nou, we hebben hier ook het gerecht inmiddels voor ons staan. Ziet er overheerlijk uit. En dan wordt er ook altijd een wijntje bij uitgezocht, José. Weet je dat? Ja, nou, ja. We hebben daar een expert in, onze eigen vinoloog. En dat is Jeroen Bruzeker van Oud Reugeling en Boelen. Jeroen, komt erbij. Goedendag, ik had vandaag een Pinot Noir bij me, een Reserva. Dat betekent dat hij 8 maanden op Frans Eik heeft gelegen. Het is een wijn uit Argentinië. De Pinot Noir wordt ook verbouwd, de druif wordt ook verbouwd in de Bourgogne. Nou wordt hij in Argentinië verbouwd en het is een wijn van de familie Arizu. 110 jaar zijn die al aan het wijn maken en onder het label van Luigi Bosca. Jullie hebben vandaag kip gemaakt en daar wilde ik hem eigenlijk bij serveren, omdat het een mooie ondersteunende wijn is voor bij dit gerecht. Nog even een vraagje, Roep. Waarom hebben de ene fles wel de kurk nog en de andere gewoon de schroefdop? Is dat... Ja, dat is een beetje de schroefdop. Kijk, als heel de wereld zou gaan kurken, zijn er te weinig kurken. Dat is eigenlijk het probleem. De beste kurken staan in Portugal. En ja, vroeger had je natuurlijk alleen de klassieke wijnlanden. Dit noemen ze vaak de nieuwe wijnwereld. Dat zijn alle oude koloniën, zeg maar, waar onze druiven zijn weggezet. En het is altijd moeilijk om voor iedereen dan kurk. En dan wordt het eigenlijk slechte kwaliteit. Het duurt 7 jaar voordat je een kurk van een kurkei kan halen. En het duurt 14 jaar om van diezelfde kurk eigenlijk weer een kurk te halen. Oké, en hoe is hij? Dankjewel voor het uitleggen. Ik vind hem heerlijk. Maar klopt het dat ik besjes en aardbei? Klopt, dat zijn wel de tonen die in deze wijn terug te vinden zijn. Het is rode bes en aardbei inderdaad. Ja, hij is echt heerlijk. En wat hij is door de commissie. Een paar dagen het nieuwe jaar, dus wij willen hem ook graag proeven. Ja. Wat ik wel wil doen met jullie, is natuurlijk het proosten daarvan. Op het nieuwe jaar. Op het nieuwe jaar. Wat zijn jullie plannen voor het nieuwe jaar trouwens? Proost. Proost. Hoop, gezondheid. Proost. Op heel veel. Wat dan, Rinus? Nieuw album. Ik wil zeker een nieuw album dit jaar. Hoe oud is je vorige? Die wordt dan 2 jaar, 2,5 denk ik. En jouw plannen? Mijn album afmaken. En je had het weer over een ja, 14 april gaan benefiet. We weer een benefiet organiseren in de Brabanthallen. En dan gaan we weer voor de ziekte van Huntington proberen zoveel mogelijk geld op te halen. Dus ja, we gaan hopen dat het weer een heel groot succes gaat worden. Hmm. Onze plannen voor het nieuwe jaar zijn natuurlijk gewoon doorgaan met ons programmaatje, want we doen het graag. Ja, het is hartstikke leuk. We komen altijd lekker bij elkaar. Vonden jullie het ook leuk? Ik vond het heerlijk. Ja. Ja? En heel leuk, dus we komen heel graag terug. Het is, ja, we zijn met de 2 dagen weer onder de pannen en Rinus is allemaal direct. Ja, het is wel heel erg leuk, hè? Het is wel leuk, gezellig onder elkaar. Ja. Nou, ik zou in ieder geval zeker zeggen, weten. Mensen, eet u allemaal heel smakelijk. Ook voor de mensen thuis. Allemaal ook de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. U kunt alle gerechten weer teruglezen op onze website In de Keuken Met. Wij danken Jeroen Bruzeker van Oud Reugeling en Boelen. We danken Rinus Ponsen. We danken José. En we danken natuurlijk Remco. Ik wens jullie een heel smakelijk eten. Dankjewel. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik ook. Hartstikke gezellig. We blijven nog gewoon lekker lang nou. Het zijn nog steeds een beetje kerstdagen, nieuwjaarsdagen. Volgende week weer. Dit programma werd u aangeboden door Jora Oliehandel en Tankstations. Voor gesmeerd en vertrouwd zaken doen. Plus Mannion Rukven.
Plus geeft meer, veel meer. Solex Verhuur Haldenbergen. De leukste outdooractiviteit van West-Brabant. Van den Maagdenberg. Voor al uw binnen- en buitenzonweringen en rolluiken. Betaalbare zonwering begint bij Van den Maagdenberg. Kempenaars Recycling. Roosendaal en Oud-Gastel. Rogelli Sportswear. Perfection for Action. Het Vierhuis Party, Congres en Sportcentrum. Alles onder één dak. Jaspers Valentijn Mode. Sint-Willebroort. En Warenhuis De Partijhal. Sint-Willebroort.